Het is natuurlijk een bijzonder hoogtechnologische sector waar we hiervoor spreken. En de enige manier om ervoor te zorgen dat het onderwijs daarin mee kan, ook qua investering, is als er een duidelijke samenwerking tussen de bedrijfswereld en het onderwijs komt. En daarvoor heb je een minister nodig die echt zijn hand reikt naar die sector en zegt: laat ons nu samen een plan uittekenen die ervoor zorgt dat we morgen sterker staan in Vlaanderen, sterker als Vlaanderen in de wereld.